Anne en Sophie hebben zoals vele andere fans dagelijks hun vaste afspraak met familie. Ze leven mee met de familie van den Bossche en geven daarom graag hun mening en theorieën over de verschillende verhaallijnen. Het hoofdstuk Leon de Bot, de vader van Lars, is blijkbaar nog lang niet afgesloten. Opeens dook er nog een zoon van hem op en ondertussen zagen we ook een mysterieuze vrouw verschijnen op zijn begrafenis. Ik denk dat dat de moeder is van Koen of zo, denk ik. Ja, dat die toch ergens een beetje te maken heeft met Koen. Maar voor de rest heb ik eigenlijk geen flauw idee. Ik zou er voor de rest niemand anders op kunnen plakken dan eigenlijk de moeder van Koen. En dat die toch een beetje zoals Brigitte toch wil afscheid nemen nog. Of zo, ja, ik weet het niet. Dat lijkt me het enige logische momenteel dat ik er kan op plakken. Denk jij ook dat het wel eens de moeder van Koen zou kunnen zijn, Anne? Nee, ik denk ergens dat dat een ex-collega is van Leon. Ik denk dat hij ook weet dat hij een geheim meegenomen heeft. En ik denk dat hij even goed, zoals Lars en Raven, op zoek is naar wat dat zou kunnen zijn. En ik denk dat hij daarom ook om die begrafenis om te zien wie zijn familie is, om toch iets meer te kunnen te weten komen over dat geheim dat hij meegenomen heeft. Denk ik. En gaan Lars en Raven weer zoeken, een diepe zoektocht doen naar wie die vrouw is, denken jullie? Ik denk het wel. Dat denk ik ook. Ja. En voor waarvoor dat die sleutel dient, dat zullen ze ook wel gaan uitzoeken, denk ik. Ja, zij zou ook wel weer iets te maken kunnen hebben met zijn verleden. Ja. Ik denk het wel, ja. Maar ja, wie weet is Leon niet dood, hè? Zo kan alles, hè? In één keer kan Leon er terug staan, hè? Dat misschien ook weer in scène gezet geweest is. In familie weet je nooit, hè? Bedankt Anne en Sophie om te delen wat jullie denken over heel dit gebeuren. We houden het sowieso in de gaten en dan bespreken we het later wel weer.